Ik ben Ingrid de Veuster, al 30 jaar leerkracht en al 15 jaar auteur bij Plantijn. We hebben dit jaar al gewerkt aan de concepten en structuur van de methodes. Er zijn al een aantal proeflessen gemaakt op basis van de huidige leerplannen, omdat de nieuwe leerplandoelen nog niet gekend zijn. Dus we stemmen de methodes af op de leefwereld van de leerlingen. Zo zal een derde jaar houtbewerking andere oefeningen krijgen als een derde jaar toerisme. We zorgen er ook voor dat de boeken voor leerlingen met 1 uur wetenschappen geen afkooksel wordt van de boeken voor leerlingen uit een wetenschapsrichting. Met de komst van Scoodle zijn er heel veel mogelijkheden bijgekomen die er vroeger niet waren. Denk maar aan het beeldmateriaal, filmpjes van experimenten, jaarplannen. Ook met het thuiswerken hebben we extra info kunnen toevoegen. Het digitale aanbod is een prachtige evolutie. En als auteur ben je er meteen in mee, wat ook handig is. Eerst en vooral naar de eerste drukproeven. Wanneer we denken dat het inhoudelijk in orde is, gaat de methode in layout. Er worden dan kaders, kleuraccenten en afbeeldingen toegevoegd. Zo krijgen we zicht op het geheel. Een andere mijlpaal is wanneer de boeken klaar zijn en voorgesteld kunnen worden aan het grote publiek.